3, 2, 1, go! Vandaag hebben we in Nieuwspoort in Den Haag, in aanwezigheid van politici, onze leden, dus het bedrijfsleven, maar zelfs ook de minister van Economische Zaken, onze duurzaamheidscertificering gelanceerd en ook nog onze nationale e-commerce agenda kunnen overhandigen aan diezelfde minister. Ja, ik ben heel enthousiast over het evenement van vandaag, omdat het laat zien dat de sector e-commerce zijn eigen verantwoordelijkheid neemt om te zorgen dat we voorop lopen als het gaat over duurzaamheid, dat kopen online dat veilig is. En dat we stappen zetten met elkaar, zodat de bedrijven die daar op de platforms verkopen geholpen zijn, maar ook de consument. Ja, ik denk dat het super knap is dat je dit als branchevereniging voor elkaar krijgt. Ik heb zelf een achtergrond in de brancheverenigingen. En als je dan je leden kan bij elkaar kan brengen om dit te gaan doen, ja, pet je af. Ik had gehoopt dat het mij ooit was gelukt, zoiets. Een enorme mijlpaal natuurlijk, want we zijn de eerste branchevereniging in Nederland die dit duurzaamheidscertificaat heeft gelanceerd. En ik ben daar eigenlijk onwijs trots op. Ja, allereerst een fantastisch evenement. Volle zaal, politici, ook veel politici trouwens. En ik weet uit ervaring dat ze lang niet altijd komen, maar je had ze allemaal, de minister. Maar inhoudelijk ook gewoon een heel goed event. Ik heb Thuiswinkel ook gefeliciteerd met dit initiatief. Omdat ik vind dat ondernemers onderdeel zijn van de oplossing en niet van het probleem. Maar als je dat vindt, moet je dat ook laten zien. En dat heeft Thuiswinkel nou juist gedaan. Ja, een heel belangrijk initiatief om een kader te stellen. Het begint dus altijd meten is weten. Dus om in ieder geval met elkaar vast te stellen van oké, hier moet ik een strategie om te ontwikkelen. En deze strategie dus ook echt embedden in je bedrijfsstrategie. Een certificering kan heel nuttig zijn, omdat je met elkaar regels stelt waar een product aan moet voldoen. En in het ideale plaatje zou ik zeggen, moet eigenlijk de certificeringseisen of de keurmerken in de hele Europese Unie dezelfde zijn, zodat ook het zaken doen in andere landen vergemakkelijkt wordt. Nou, nu lopen wij wat voor, maar het is goed om daar de voorloper te zijn en op enig moment weer iedereen te laten aanhaken.